Robin Adema, we hebben al spectaculaire onboardbeelden van je. Ja. Maar die waren van vorige wedstrijd, nu deze wedstrijd gehad. Het ging er heet aan toe, je zat er goed bij. Ja. Maar op een gegeven moment zagen we toch een beetje stoom uit je oren komen. Vertel. Ja, ik ging naast iemand rijden op het rechte stuk. Vervolgens laat hij mij niet voor, nou, dat is prima, hij geeft zijn plek niet op. Maar hij bleef ernaast en ik pak de binnenbocht. Hij blijft ernaast zitten, geen enkel probleem. Maar vervolgens dan doet hij dit naar mij. En later reed hij zich gewoon kamikaze op mij in, waardoor ik het gras opreed. En dat vind ik niet kunnen bij een hobbywedstrijd. Dus je baalde? Ik baalde heel erg. Ja, net was ik heel erg boos, maar dat is nou al minder. Maar dat was gewoon echt even er vlak na. Maar, ja. Even de emotie. Heb je de rijder nog gesproken? Nee, ik ga hem straks even opzoeken en dan zal ik het even uit gaan praten. Oké, zo mans ben je wel. Ja, dit keer op een nette manier. Goed zo. Nou Robin, volgende keer weer? Ja, zeker. Wat gaan we dan maken? Ja, ik hoop hetzelfde of beter. Nog beter? Ja, eigenlijk wel. We gaan eens voor die nummer 1 plek, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, het zit er niet in voor het kampioenschap, maar het is leuk om te proberen. Een dag succesje zou nog eens leuk weten. Ja, precies. Bekertje meenemen, hoppakee. Super. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Wat vind je van de hobbywedstrijden hier op Potterdijk? Nou, ik vind het wel hartstikke leuk, maar ik doe het eigenlijk niet echt voor racen en zo voor die grote beker. Ik wil het eigenlijk gewoon een beetje voor de lol. En waarom heb je de lol aan? Nou, omdat we hier met vrienden en zo aan meedoen en zo. En ik rij ook NK, maar dan heb ik die Rotax. Dan zit er geen één vriend bij, alleen anderen. Dus dat is niet zo gezellig eigenlijk. Ja. Want er is nu zo'n wedstrijd, zo'n NK van de Rotax Max, en je hebt toch voor gekozen om hier mee te doen. Waarom? Ja. Nou, we zitten heel veel in de baan. En ja, ik wil gewoon een mooi startveld. En dat heb je hier? Ja, bij de Rotax heb je dat zo. Maar waarom doe je dan nu hier mee en niet bij de Rotax? Omdat ik toch hobbywedstrijden veel leuker vind dan met de Rotax. Je vindt het gewoon veel gezelliger? Ja. Hey, en in het donker, ja, nu was het niet zo heel donker, maar in het donker rijden, vind je dat leuk? Ja. Want ik rijd altijd dan met die lichtjes in mijn band. Die gave lichtjes, daar krijgen we heel veel vragen over. Ja, dat is eigenlijk best wel grappig, want ja, maar ik vind het sowieso al in het donker heel leuk rijden, omdat al die lichten er zo aan zijn. Dus, en lekker laten petten. Hoe komen we aan die lichtjes? Nou, die heb ik bij de Aldi weg. Van de Aldi? Ja. En wat zijn dat dan voor lampjes? Waar zijn ze eigenlijk voor bedoeld? Nou, kan je ook op je fiets en zo doen. Voor gewoon in het donker en zo licht en zo, blauw licht en zo. Het zijn gewoon eigenlijk fiets-ledlampjes, zeg maar. Ja. En die doe je dan in je velg en dan krijg je dat effect. Ja. Nou, gaaf. Van de Aldi? Ja. Zeg het nog maar eens. Van welke supermarkt komen die? De Aldi. Van de Aldi. Hey, en Max, je vader is Gerry. Is een van de eigenaren van de kartshop hier. Ja. Geeft het nou nog een voordeeltje? Eigenlijk niet. Je moet net zo hard werken als ieder ander om het beste spul te krijgen. Ja. Goed afstellen. Mm-hmm. Maar daar heb je vader wel verstand van. Ja, dat wel. En waar let hij dan extra op? Nou, als alles goed vast zit. Niet dat er net onderweg iets los zit. Dat bijvoorbeeld een wiel of zo, dat hij niet los zit. Dat hij eraf vliegt. Want dat had ik wel bij een bergen. Toen zat een boutje, die was helemaal afgebroken. Dus... Dat had je vader niet goed vastgezet? Nee. Een beetje knoeiend dus. Ja. Max, bedankt jongen. Alsjeblieft.